De incorporatie van het Instituut van de Opleiding van Leraren, IOL, in de Anton de Kom Universiteit van Suriname betekent niet dat het IOL ophoudt te bestaan. De inschrijvingen zullen normaal doorgaan. Deze mededeling deed minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vandaag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. HAVO, SPI en IMEO-leerlingen kunnen zich gewoon inschrijven. Echter moeten ze eerst een basis-instapprogramma doorlopen om de lerarenopleiding succesvol af te ronden. We hebben een eerste stap gezet, maar het is absoluut niet zo dat het Instituut voor Opleiding Leraren ophoudt te bestaan. Het is de eerste stap en dat heeft te maken met de inschrijving van de eerstejaars en de opleiding zoals die tot vorig jaar heeft bestaan. Er komt voor de inschrijving van de leerlingen, en dat zijn de leerlingen van HAVO, SPI, IMEO, komt er een basis-instapprogramma. Omdat ook gebleken is dat de kwaliteit of het opleidingsniveau met betrekking tot een aantal vaardigheden die nodig zijn om met succes een lerarenopleiding te kunnen volgen, toch niet voldoende is. Leerlingen die geslaagd zijn voor het VWO kunnen zich normaal inschrijven op de universiteit, deelde de minister mee. Er is heel veel ruis over die incorporatie, ook bij de instituten zelf. Er is gisteren een gesprek geweest tussen bestuur van de universiteit en de directie van het Instituut Opleiding Leraar. Bij het ministerie heeft morgen ook een gesprek met de directie van het IOL. En plannen om vrijdag dan een gezamenlijk gesprek te hebben met alle partijen. De voorbereiding, het voorbereidingsproces onder leiding van de presidentiële werkgroep is niet vlekkeloos verlopen. Wat inderdaad tot verschillende, eigenlijk een miscommunicatie heeft geleid, waardoor bepaalde leden, en dan met name directieleden van het IOL, zich hebben teruggetrokken. Tot zover minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vandaag in de Nationale Assemblée. Ze sprak onder meer over de incorporatie van het IOL in de universiteit.